Disco Soup is een van de dingen die de YFM gaat doen. Jo zal er wat over vertellen. Vandaag beginnen we in Den Haag omdat we het belangrijk vinden dat ook de politiek zich uitspreekt tegen voedselverspilling en beleid gaat maken wat voedselverspilling zal gaan beperken. Dit is een van de dingen die we vandaag doen, want gisteravond zijn we in Rotterdam al begonnen met een wereldrecord koken met waste. In Utrecht ben ik net geweest, hebben we Disco Soup gedaan. In Groningen beginnen we zo meteen en ook in Eindhoven. Dus echt in heel Nederland zijn we bezig met aandacht te vragen tegen voedselverspilling. En dit is eigenlijk niet een Nederlandse beweging, maar ook in Europa op andere plekken. In Berlijn, in Parijs, Lyon, in allerlei steden gebeurt er vandaag iets. En ik vind het ook tof om te zien dat het eindelijk een beetje door begint te dringen binnen de politiek. Dit geeft me aan dat het dus zin heeft om aandacht te blijven vragen voor dit onderwerp. En YFM zal samen met Dem Foodways en andere partners daar de komende tijd hard aan blijven trekken. En ik wilde even Chris aan het woord geven. Gefeliciteerd met deze actie. Ja, dankjewel Joris. Dankzij YFM NL, die net als Den Haag dezelfde gedachte goed heeft als Slow Food International, staan wij voor een beter voedselsysteem. Vandaag, voor de Wereldvoedseldag, besteden we aandacht aan voedselverspilling. En in Den Haag gaan we door. We gaan meer van dit soort dingen organiseren. Dank jullie wel en geniet van de soep.